De lift bij de Marienburg is niet alleen iconisch, maar ook cruciaal voor mensen met een beperking. De SRE-groep wil de lift weghalen, terwijl het Zelfregiecentrum Nijmegen juist de lift wil behouden. Omdat de lift van essentieel belang is voor veel mensen, komt Zelfregiecentrum Nijmegen nu in actie. Afgelopen vrijdag zijn er 2000 handtekeningen voor behoud van de lift in ontvangst genomen. Maar heeft dit eigenlijk wel nut? Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. Als we dat niet hadden gedaan, dan leek het al een beetje een gelopen koers. Er stond ook een artikel in de Gelderlander wat min of meer suggereerde van het is nu al zeker dat dat zo gaat gebeuren. Maar volgens ons is het nog lang niet zeker. Er is gelukkig ook een gemeenteraad. GroenLinks heeft met name vragen gesteld. En er volgt nog verder overleg en wij zorgen dat we daarbij ook aan tafel zitten. De bestuurder van de SRE-groep die de lift wil verwijderen, dacht daar anders over. Eigenlijk nog niet, omdat wij eigenlijk binnenkort mee gaan starten. We hebben overleg gehad met de ondernemersvereniging, de winkelvereniging. En we moeten nog een gesprek met de gemeente. En dan gaan we onderzoeken of het haalbaar is. Gebleken is dat de lift nu inmiddels, ik zeg even precies, op 2 dagen na al 2 jaar stilstaat. En dat we eigenlijk eind vorig jaar voor het eerst een belletje hebben gehad van de lift staat stil. Wordt daar nog iets mee gedaan? En de lift staat vaak stil omdat er heel veel storing is. De Mariekestraat is een straat met 2 niveaus. Dus beneden en boven. Dus als je naar boven toe wil en je zit in een rolstoel en er zou geen lift zijn, moet je enorm ver omrijden. Maar als je boven van de ene kant naar de andere kant wil, dan heb je bruggetjes die heel steil zijn. Dus een lift is heel belangrijk, ook om het gevoel te hebben dat je erbij hoort. Kijk, er wordt heel snel gedacht aan iemand in een gewone rolstoel. Maar er zijn ook veel mensen die met een stok lopen of die gewoon slechter been zijn. Dus het is voor een hele grote groep mensen, maar ook bijvoorbeeld mensen met een conditiehandicap door hartfalen. Aan de ene kant wordt het dus gezegd dat de lift belangrijk is voor mensen die slechter been zijn. Maar op basis waarvan werd dan bepaald dat de lift weg moest? Eigenlijk zeg maar redelijk dissonant was. Dus de ruimte, die stinkt gewoon echt naar pies. Er wordt gedeeld. Dus het was een redelijk onveilige plek, omdat wij ook niet beter wisten. Hebben we gezegd van oké, dan gaan we die weghalen en dan gaan we werken aan vergroening van het plan. Immers, er is een lift in de straat. Er is ook een roltrap. En men kan ook iets verder omlopen om ook op het dek te komen. Dus er zijn eigenlijk 3 opties. En met het weghalen van de lift hebben we gedacht, dat is een logische stap.